Tuurlijk, komt er. 100%. Of ik moet hier nu neervallen, dan wat anders. Daar ben ik eigenlijk in. Het is het handelsmerk van Henny van der Most. Oude aftandse plekken omtoveren in een pretparadijs. En zo moest de voormalige vuilverbranding een speelstad worden. Ja, toen ik hier rondliep, toen begon mijn vingers te jeuken. Ik denk, ja, dit is het. Hier kan ik mee in. Iets speciaals verwezenlijken. Toch gaat het niet allemaal van een leien dakje. De crisis en in het geval van de Rotterdamse afvalcentrale een fikse brand fietsen lelijk door de plannen van Van der Most. Speelstad leek een spookplek te worden. Ja, nou ja, je ziet die sloop, daar valt behoorlijk tegen. Het was een enorm gebouw natuurlijk. Maar ik heb nu ook pas goed zicht erop, hè, omdat we nu alles weggesloopt hebben wat we weg willen hebben. En nu ben ik echt met opbouw bezig. En het was heel bijzonder als je de eerste tekening ziet en nu de tekening is dan weer helemaal veranderd. Ja, het wordt weer, je krijgt ook steeds meer ideeën. Financieel leek het imperium van Van der Most ook deuken op te lopen. Maar door de opvang van vluchtelingen kan de eigenzinnige ondernemer weer investeren. Die gaan mijn handje mee helpen, zo moet je het ook zien. En dat kan. U kunt het geld wat u krijgt voor die opvang van vluchtelingen inzetten voor een pretpark. Alles wat ik verdien totaal gaat naar Rotterdam. Speelstad zou oorspronkelijk volgend jaar de deuren openen. Dat gaat bij lange na niet lukken. Dat het er komt is zeker, alleen aan een datum durft Van der Most zich niet meer vast te pinnen. 16, 17, ik weet het niet, echt niet. Laat mij nou, daar geen datum, het moet super worden, dat is het allerbelangrijkste. En dan komt het niet meer op een paar maanden aan.